Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, update COVID-19 situatie in Suriname en nieuwe maatregelen COVID-19 moeten infecties doen afnemen. De regering van de Republiek Suriname heeft via president Chandrika Prasad Santokhi nieuwe maatregelen aangekondigd om de COVID-19 situatie te beheersen. Deze kwestie geniet hoge prioriteit en wordt daarom met een aantal relevante actoren aangepakt. Tijdens een persconferentie in de Congreshal is vanuit het Outbreak Management Control ingegaan op de recente ontwikkelingen in de strijd tegen dit gevaarlijke longvirus. Well, om aansluitend op dat van dokter Eersel, we hebben twee presentaties na elkaar aangegeven dat we zien een toename van aantal cases. We hebben ook gezegd over de R waarover men vaker praat, dat is toegenomen naar 1,5. En dat we steeds meer positieve zien. We hebben zelf gezien dat je kijkt van 50 naar 70 gegaan. Dus als je neemt 1,5 is bijna met 50% toegenomen. Wat ook is gaan gebeuren, we zien dat overal in vele winkelzaken, handelszaken, grote bedrijven, kleine bedrijven, dat er steeds meer cases zijn. We krijgen meldingen van overal. We zien ook dat het niet meer is helemaal duidelijk dat het Noord en Zuid is. Je ziet ook lekkages naar andere resorten die nabij liggen. Je kijkt ook dat er een verschuiving is naar Wanica. We hebben gezegd dat we zijn in een kritieke fase. Als we zo doorgaan, gaan we straks zoveel cases hebben dat we misschien de situaties hebben als in Frans-Guyana. We zijn nog steeds in die fase, want de maatregelen zijn gisteren afgekondigd. Dus je gaat niet verwachten dat je na 2 dagen alle resultaten hebt. We moeten even afwachten, hangt ons van ons allen. Hoe wij ons houden aan de COVID-maatregelen om te zien hoe verder. Wij allemaal willen dat de aantal cases afnemen, dat ligt aan onszelf. Als we houden aan de COVID-maatregelen, moet het wel lukken. Aan mij is gevraagd om de afgekondigde maatregelen wat toe te lichten en in enig perspectief te zetten. Er is gezegd dat er het dragen van een mondmasker nu verplicht is buiten huis. En het belangrijkste van deze maatregel is dat u weet dat als u uw huis verlaat, dat u in ieder geval een mondmasker bij u heeft. Als u in uw eentje in de auto zit of op de fiets stapt, dan hoef je natuurlijk tijdens het fietsen of in de auto dat mondmasker niet op te hebben. Dat is niet zinvol. Want het mondmasker is vooral bedoeld om mensen in je directe omgeving te beschermen en zelf ook bescherming te krijgen tegen eventueel andere geïnfecteerden. Maar als er geen mensen in de buurt zijn, dan hoef je dat masker natuurlijk niet op te zetten. Dus deze regel is met name bedoeld, als je het huis verlaat, zorg dat je een mondmasker meeneemt en zet dit masker op zo gauw als je in contact komt met andere mensen. Maar zolang je alleen op de fiets, de bromfiets, de auto bent, dan hoef je dat masker echt niet op te hebben. Het uitgangsverbod is een beetje beperkt, in hele lichte mate. En dat heeft er vooral mee te maken dat wij de tijd waarin mensen kunnen samenscholen, want samenscholingen zijn ontzettende fuelers, ontzettende aandrijvers van de outbreak, omdat wij dat enigszins willen beperken. Die beperking is niet erg veel, omdat er zoveel mogelijk met allerlei andere factoren rekening gehouden wordt. En omdat we eigenlijk ons realiseren dat de belangrijkste boodschap is dat mensen zelf nadenken. En dat mensen zelf ervoor zorgen dat zij het risico voor zichzelf en voor anderen beperken. Je kunt het niet allemaal in regels vervatten. Zo is ook ervoor gekozen om de restaurants die terrassen hebben waar mensen voldoende uit elkaar kunnen zitten, om dat open te laten. Omdat
het niet de bedoeling is om de maatschappij heel erg te verzuren en te versoberen. Maar binnenzitten in een ruimte, dat is niet toegestaan, omdat, zoals u weet, is dat zo vaak gezegd hier, je in slecht geventileerde of afgesloten ruimte een grotere kans hebt op infectie, met name als er één persoon in die omgeving zit die COVID geïnfecteerd is en die persoon hoeft op dat moment misschien nog geen symptomen te hebben. Die samenscholingen, beperking van samenscholingen, dat blijft gehandhaafd en mensen, we moeten daar echt op letten. Feesten, dat kan even niet, dat moet ook niet gebeuren. Er is wat gezegd over dat er in kerken toch maar gezongen moet worden. Ik hoop dat we ons gezond verstand, ons eigen gezond verstand gebruiken. En voor mij ook de literatuur erop nalezen en weten dat er een heleboel outbreaks, niet in één land, niet in twee landen, maar in een heleboel landen, te wijten zijn aan samenkomsten van mensen waar er heel uitgebreid gezongen wordt. Dat is de reden dat het ongewenst is om dit te doen. Ook het massale bezoeken van begrafenissen wordt ontraden. We kennen onze begrafenistradities en met enig gezond verstand kun je wel degelijk afscheid nemen. Maar zorg dat er afstand gehouden wordt. Zorg dat niet een heleboel mensen dicht op elkaar zitten. Waarschijnlijk kun je niet met z'n allen een dienst bijwonen en ook daar uitgebreid gaan zingen. Je kunt afscheid nemen en weer vertrekken. Dat zijn de dingen die wij in deze periode moeten doen. Met name als we niet willen dat het aantal begrafenissen in Suriname enorm zal toenemen. Over sportscholen is het een en ander al gezegd. Het is niet de bedoeling dat er nu de gyms open gaan. Ook omdat het meestal afgesloten ruimtes zijn waar veel mensen zitten met een meer dan gemiddelde ademarbeid. Dat kunnen we niet doen. Maar als je buiten wilt joggen in je eentje of met z'n tweeën met inachtneming van de afstandsmaatregelen, dan that's okay. Maar niet in één ruimte gaan zitten. En dat geldt voor alle andere dingen waarbij mensen in afgesloten ruimten zitten. Ik zie hier staan casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, bars, clubs, dancings, bordelen. Het is, misschien staat er iets niet in deze lijst, maar mocht u iets kunnen bedenken waarbij er soortgelijke omstandigheden ontstaan, maar dat is niet gezegd, bedenk dan zelf dat dat ook niet aan de orde is. Mijn rol in deze is om een brugfunctie te vervullen tussen het management outbreak team en het bedrijfsleven. Dr. Vrede zei het al, dat bij het afkondigen van de maatregelen men probeert zoveel als mogelijk te voorkomen dat de economische activiteiten in het land stilvallen. En wij als private sector moeten samen met het management outbreak team werken aan goede protocollen om te voorkomen dat er besmettingen plaatsvinden op de werkvloer, zodat de bedrijven open kunnen blijven en de risico's, de gezondheidsrisico's, worden geminimaliseerd. En tegelijkertijd te werken aan protocollen voor die industrieën die vooralsnog gesloten zijn, zodat ze wel op een veilige manier open kunnen gaan. Daarnaast heb ik nog als tweede pet op, de VSB is de beheerder van het SUFO-SUFonds. En wij moeten nu meer en meer de beleidsinzichten van het nieuwe team gaan afstemmen op de uitgaven van het SUFO-SUFonds. En in die hoedanigheid zal de VSB en al haar deskundigen samenwerken in het belang van, van het bevechten van het COVID-19-pandemie in Suriname. Laat me zo beginnen, door te refereren naar de statement van de president. Daarbinnen ziet u duidelijk dat er wordt gevraagd of dat er bekend wordt gemaakt dat alle maatregelen, alles dat wij doen in het kader van de preventie van COVID-maatregelen, dat wij
eigenlijk vragen dat het een gezamenlijke, een gedeelde verantwoordelijkheid is. De individuele verantwoordelijkheid is belangrijk voor elke burger, maar ook de verantwoordelijkheid van de overheid en zo aan. Zoals reeds eerder gesteld, zegt de politie of gaat de politie ervan uit, we zijn deelgenoot van die samenleving. En natuurlijk is het een wenselijke situatie dat iedereen zijn verantwoordelijkheid oppakt en dat wij niet hoeven op te treden. Per slot van rekening staan wij open voor een public-private partnership. Stel, indien de burger toch nog de maatregelen overtreedt, de wet overtreedt, dan is de instructie duidelijk dat wij vermanend in beginsel vermanend optreden. Met dien verstande dat wij geen jacht gaan doen, maar wij gaan wel opvoedend bezig zijn in het veld. Natuurlijk, als er sprake is van recidive en een enorme openbare orde schending, dan begrijpt u wel dat de politie ertoe over zal moeten gaan om betrokkenen over te brengen naar het politiebureau en andere maatregelen te treffen, binnen wet en recht natuurlijk. Ik wil u ook meegeven dat ook de artikel 9 lid 3 van de wet uitzonderingstoestand COVID-19 de mogelijkheid van het toepassen van andere orde handhavende maatregelen en toepassing van het wetboek van strafrecht onverlet laat. Dus kortom, wij zullen vermanend optreden, opvoedend optreden. Wij vragen de samenleving om ons daarbij te ondersteunen. En indien niet anders kan, niet anders mogelijk, dan zijn wij wel genoodzaakt om binnen wet en recht andere maatregelen te treffen. Dank u wel. President Chandrika Prasad Santokhi is van mening dat wij met z'n allen ervoor moeten zorgen dat het COVID-19-virus ingedamd wordt. Eenheid in denken en handelen als waarborg voor de gezondheid van onze hele natie. Eigen verantwoordelijkheid, sociale controle en verantwoordelijkheid van de regering zijn de drie ingrediënten die nodig zijn. Deze gedeelde verantwoordelijkheid, de groeiende eenheid en het vertrouwen in elkaar moeten ons leiden om COVID-19 het hoofd te bieden, zei het staatshoofd. Het is van belang dat de bekende maatregelen als handen reinigen, mond- en neuskapje op, goede ventilatie, thuisblijven en de sociale afstand van 1,5 meter een wezenlijke bijdrage leveren aan het indammen van dit virus. De regering gaat de komende week met de verschillende sectoren en organisaties gesprekken voeren ten einde te komen tot de bijstelling van bestaande protocollen of de vernieuwing daarvan. Indien aanpassingen met betrekking tot de maatregelen nodig zijn, zullen deze tussentijds worden bekendgemaakt. Dat was Focus. Vergeet u niet, was en ontsmet uw handen na elke handeling. Houd u de sociale afstand van 2 meter en draag altijd uw mond- en neusbedekking. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.